Donderdag was de start van de 31ste editie van een van Europa's grootste open darttoernooien, de Dutch Open. In de Koningshof in Veldhoven kwamen 3700 darters samen die het tegen elkaar opnamen in vier verschillende categorieën. Dat lijkt een heleboel, maar 4 jaar terug zag de organisatie nog bijna 2000 deelnemers meer voor de dartborden staan. De sport is toch ook een sport die veelal in kroegen wordt gedaan. Daar merken we best een teruggang in de sport vanwege het rookbeleid. Daar hebben we best last van als sport. Heel veel van onze mensen roken en dat merken we toch wel in het aantal leden, het aantal deelnemers wat we hebben. Andere dingen zijn toch ook weer geld. Het kost best veel geld om hier aan mee te doen, om hier 4 dagen te verblijven. En dat zijn ook dingen waar mensen rekening mee moeten houden en mensen moeten keuzes maken. Het aantal bekende topdarters op de Dutch Open neemt steeds verder af. Dit komt doordat ze overstappen van de BDO, de British Darts Organization, naar de concurrerende dartsbond, de PDC, de Professional Darts Corporation. De PDC die timmert heel erg aan de weg aan de topdarters. Als we kijken naar het schema wat zij hebben, dan kan je elke week daar in aansprekende toernooien gooien. Dat kan je aan de kant van de WDF gewoon minder. Dus als we reëel zijn, er is aan de PDC meer geld te verdienen. We moeten wel constateren dat dat voor een beperkte groep mensen is weggelegd. Je moet heel goed zijn, wil je aan die kant gewoon het grote geld verdienen. Maar ben je topsporter en wil je je daaraan meten, dan is op dit moment de PDC wat meer aansprekend dan de WDF-kant. Een van de toppers uit de dartwereld, Tony O'Shea, kwam tussen de biertjes door wel zijn pijlen gooien. Would you ever doubt stepping over to the other? Well, obviously, it's as I said earlier, it's a free world. Everyone's free to make their own choice. At the moment, I'm quite happy doing what I'm doing, playing from a country international. I'm doing quite well in the BDO system. So, but I would never say never. I mean, yeah. Well, isn't that a little bit frustrating then that players, even if you have those great tournaments, still go to the other one? It's a shame we don't do more tournaments where there's a split between the BDO and the PDC, like we did the IDL and the World Trophy. It's a shame we can't do some more of them, because we'd have the best of both worlds. We'd still do the internationals and we'd still have games against PDC, because I've got a great record against PDC players in them two tournaments, so I'd love to play with them. Zondag 8 februari worden de finales gespeeld en loopt het toernooi voor dit jaar ten einde. De meeste darters zal dat echter een zorg zijn. Met hun biertje, peuk en pijlen komen ze het jaar echt wel weer door.